Hey allemaal, zoals jullie weten heb ik een tijd geleden mijn haar geknipt en heel vaak verveel ik me al, want ja, wat is er echt te doen met dit kapsel? Nou ja, ik heb gelukkig nog wel haar genoeg, of lengte genoeg moet ik zeggen, om mijn haar te vlechten, dus dat is wat ik vandaag ook ga doen. Of tenminste, ik ga een deel van mijn haar vlechten en je ziet me hier al struggelen om een goede scheiding te maken, want ook voor mij is dat vaak gewoon lastig. En het lastige hieraan is dat ik ook nog eens niet een rechte scheiding probeer te maken, maar een iets wat schuine. Nou, ik hoop dat je dat in de loop van deze video ook nog wel een beetje duidelijk kan zien. Hier zie je me het deel vastpakken dat ik ga vlechten en het is dus eigenlijk maar een klein stuk. Ik maak hier dan weer een scheiding, want zeg maar, dit ga ik ook weer in drieën verdelen. Dus het idee is om mijn haar zeg maar twee vlechten aan de zijkant te geven en dan één, dat is niet echt een vlecht, wat ik in het midden wil doen, maar jullie gaan het zien. Ik gebruik dus leave-in conditioner om mijn haar enigszins handelbaar te maken. Wat gel, in de hoop dat het wat netter eruit gaat zien allemaal. Even goed uitkammen, zodat ik de vlecht ook gewoon netjes en mooi kan maken. En dan begin ik te vlechten. Trouwens, als jullie ook nog een video van mij willen zien waarin ik laat zien hoe ik voor mezelf vlecht, laat dan een berichtje achter in de beschrijving hieronder. Nou ja, hier vlecht ik dus en ik had vandaag echt veel last van mijn schouders. Gewoon echt vermoeide armen en zo, dus vandaar dat ik een beetje moeilijk kijk. Maar het vlechten verder ging wel prima. Oké, dit zet ik dan even vast, want doordat mijn haar kort is, gaat mijn haar nog best wel snel los. Oké, dan de andere scheiding. Dus wat ik al zei in het begin, ik doe twee vlechten aan de zijkant en in het midden doe ik een, ik weet echt niet hoe ik dat moet beschrijven. Ik doe gewoon iets met elastiekjes, dus jullie zien dat straks. Maar ook hier bij de andere vlecht weer dezelfde stappen. De leave-in conditioner, gel, even kammen. Nog met de borstel, zodat alles extra glad wordt. Of tenminste, dat was het idee. En hier, oké, dus dit is wat ik bedoel. In het midden zet ik dus deze kleine elastiekjes. Dus ik volg nog steeds dezelfde stappen zoals je ziet. De leave-in conditioner, gel en dan het elastiekje. En kijk alsjeblieft uit als je dit gaat doen. Zet de elastiek niet te strak, want je gaat jezelf zomaar hoofdpijn geven. Wat ik dus had. Dus als ik het elastiekje heb gezet, dan twist ik de rest van het haar. En dan pak ik zo weer het volgende stuk. Zoals je hier kan zien, pak ik die weer samen met het eerste stuk. Helemaal in het elastiekje. En weer niet te strak. Dan twist ik die stukken dus weer samen. En dan pak ik het door naar het laatste stuk. Nou ja, dat is dus wat ik bedoelde met het midden. Het is geen vlecht, maar het is, ik weet niet wat het is. Maar dit was dus mijn idee. In mijn hoofd zag het er echt heel anders uit, hè. En toen ik het dus zo had, dacht ik, I don't know. Dus ik probeerde er hier nog iets van te maken. Weet je, om de zijkanten wat platter te zetten. Even wat bobbypins. Wat zijn bobbypins in het Nederlands? Ik weet het even niet. Maar gewoon even speldjes om mijn haar, ja, op één plek te houden. De leave-in conditioner nog aan de achterkant wat erin. Want ik deed daar niks bijzonders mee. En dan zet ik nog even mijn doek, zodat alles, ja, een beetje plat zou zitten. En een beetje netjes glad en strakker uit zou zien. Zoals hier dus. Nou ja. Ik was dus niet helemaal tevreden. En de volgende dag dacht ik, ik ga echt niet meer zo naar buiten. Ik doe gewoon rustig, weet je, een beetje de voorkant netjes maken. En doe ik een hoofddoek op. Dus ja, hier gebruik ik een pangi. Je kan gewoon een sjaal gebruiken of wat voor doek je dan ook hebt. Dan bind je je hoofddoek. Maar dan laat je dus de voorkant nog een beetje eruit. Zodat je nog wel kan zien dat je iets extra's hebt, zeg maar. Maar ja, dit was alweer de video, jongens. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. En tot de volgende keer.